Daarom is op heel. En dan lekker dit eroverheen knallen. Het is de tweede date, dus ik wil wel een goede indruk maken, zeg maar. Je merkt echt dat zij dus echt aan ons merkte dat we een date hadden. En zo na mijn werk dacht ik, ik heb honger, maar ik heb geen zin in dat. Hoe kan je zien, dus dat is fijn. Het is wel zo. Hallo, vandaag is de dag en ik vind het vet spannend. Kijk, oh god, wat is dit? Ah, spannend. Cool. Oh, ik ben heel verbaasd over hoe mooi dit staat. Dus daar gaan we zo even heen. Weet je, ook nu dat hij het weet, kan ik ook weer wat meer. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik had dus gisteren echt tot 12:30 lopen bellen, dus ik ben veel te laat gaan slapen. 6 uurtjes slaap, dat voel ik wel, maar ik heb wel heel veel zin in de week. Deze week niet zoveel bijzonders, geen idee. Ik heb lekker vrijdag mijn klas helemaal klaar gezet voor vandaag. Dus nog 5 minuutjes dan komen de kids en dan gaat de dag lekker beginnen. Ik ben volgens mij echt een baggervlogger de laatste 2 weken. Vandaag heb ik weer meerdere dingen op de planning. Ik wil sowieso gaan fietsen naar de sportschool. Het gaat waarschijnlijk een beetje regenen. Maar ik moet toch vanavond mijn haar wassen. En ik wil eigenlijk naar Almere. Morgen heb ik date naar mijn werk. En ik wil iets leuks. Ik wil een jurkje of zo. Maar er wordt dus ook tussen 2 en 6 heb ik Maria Nila een masker besteld. Want ik kan hem niet steeds aanvragen. En ik merk dat ik iets donkerder haar toch iets leuker vind. Wat vinden jullie trouwens? Het zit er nu in, dat masker. En dat ik graag... Ik dacht, ja, als ik vanavond mijn haar ga wassen, wil ik weer dat masker erin kunnen doen. Dat heb ik besteld. En dat komt dus tussen 2 en 6. En vanavond komt weer Albert Heijn. Dus het is eigenlijk allemaal heel onhandig. Maar ik wil heel graag dat masker. Maar ik wil ook weer niet daarvoor thuis blijven. Dus het is nu 11:30. Ik denk gewoon klaarmaken. Fietsen naar Wees. Sporten. En dan trein naar Almere. Even winkels kijken en dan weer naar huis. Ik ben ook helemaal niet meer zo erg van in de film mood. Ik moet eigenlijk echt filmen. Ik heb er even niet zo heel veel zin in. Ook niet geen zin, maar gewoon niet heel veel zin. Erg, hè? Ik heb de laatste tijd heel veel zin om gewoon te chillen op de woensdag. Ik denk ook eventjes wennen aan het weer, dat het daar een beetje aan ligt. Dus. Tot ziens. Ik ga soms zo stuk om die medewerkers. Nou, dat is ook gefixt. Creditcard geregeld. PayPal geregeld.
Hopelijk, want ik was nog altijd verbonden aan Rups PayPal. Ik werd er helemaal gek van. Ze heeft dat nu stopgezet, dus dan kan ik mijn website niet meer betalen en mijn cloud en zo. Dus ik moest het echt regelen. En ik mail dan altijd, maar met mailen bereik je niks. Je moet bellen en ik doe dat nooit. Dus dat is nu gefixt. Verder is het tot 10:50 en heb ik verder nog niet echt heel veel gedaan. Ik ga nu mijn was uithangen. Ik ga stuk om mezelf. Kijk hoe ik eruit zie, jongens. Ik heb dus gewoon geen warme jassen, dus ik wil er één kopen. Maar ik wil eerst gewoon goed weten of het een goede jas is voordat ik het koop. Toen dacht ik dus, ik ging helemaal mijn bedlades uitzoeken, kwam ik deze tegen. Die heb ik dus vorig jaar gekocht. Als je het zo ziet is het nog best hilarisch, maar kijk, hij maakt dus echt extreem dik. Die had ik toen in een sale gekocht bij River Island. Kijk, misschien zo kan het nog, maar kijk dit. Alsof je gewoon zo'n hangbuik hebt. Het is gewoon echt niet oké. Okay. We gaan nu dus naar de opticien. Daar heb ik een bril op. Ik vind het zo grappig. Ik vind het echt hilarisch. En daar heb ik dus een bril op. Moet ik voor de sportschool doen. Want sporten kan niet met een bril. En ik moet dus mijn lenzen uitdoen, want ik wil mijn ogen meten. Ik hoop dat het kan. En ik ga naar de sportschool. Ik wil gewoon fietsen, maar het is zo koud. En ik heb ook niet twee handschoenen die matchen. Ik heb dit. Ik doe geen muts op, echt geen sjaal, want dit is best wel warm. Ik vind het heerlijk. Eigenlijk wil ik deze jas dus verkopen, maar ik heb het gewoon anders koud. Dus ik heb hier een briefje. Ik heb hier een briefje voor de postbode, want ik hoop gewoon echt dat hij het naar de buren brengt. Want ik wil niet, waarschijnlijk komt hij pas om 5:00 en ik wil niet wachten. Oké, mijn ogen zijn gemeten. Nu worden er echt goede lenzen besteld met cilinder en zo. Het is koud, maar die jas is echt heel lekker warm. En nu ga ik sporten. Dit is het weer. Echt drama. Zijn we weer. Ik luister de laatste tijd Bonnie's pyjama party podcast. Ja, dat is super moeilijk. Want ik vind dat heel. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet luisteren op de fiets. En dat is heel chill. En daar kan je echt heen en terug mee. En dan nog een keer bijna. Omdat het zo lang duurt. Dus dat vind ik heel relaxed. Want ik ben nu op. Nou, dan kan ik wel zien hoe lang ik gefietst heb hier aan. 52 minuten. Dus eerst naar de opticien, toen naar de sportschool. Toen van de sportschool naar huis. Toen stopte ik onderweg even bij het tankstation om een pindakaasreep te halen. Want ik had te veel trek. Ik heb één broodje ei op en volle melk. En een paar nootjes met chocolade die ik bij de Action had gekocht. Dus ik had heel veel trek. Maar ik merk wel als ik ei eet dat ik echt zoveel langer vol zit. En eerst deed ik dan 2 boterham met 2 eieren. Maar dat kreeg ik nooit op. Dus dat. Ik wil ook meteen mijn tas leeghalen als ik thuis kom. Dit is trouwens die trui van New York. Ik had hem nog helemaal niet aangehad. Dus misschien is het een heel klein beetje een miskoop geweest. Maar ik vind hem wel leuk. Bijvoorbeeld zo op een sportbroek en zo. Dus niet echt een miskoop, maar ook niet de beste aankoop. Toen ging ik even langs de buurtsupermarkt. Want ik wilde dus al een paar dagen geleden cannelloni gaan maken. Vet lekker. Dat wil ik op een dag doen dat ik nog relatief veel calorieën over heb. Sommige dagen heb ik gewoon zoveel trek overdag dat ik dan s'avonds wat lichter eet. En soms... Ik doe trouwens nog steeds die 1700 calorieën. En mijn gewicht blijft nu even gelijk. Dat is nu even mijn doel. Heel even gelijk blijven, stabiel. Dan langzaam weer er wat af. Dit had ik van de Action. Ze hebben nu allemaal van dit soort dingen. Dat eet ik dus ook gewoon soms. Slechte dingen. Zo slecht. Zo goedkoop. 1,70. Tip voor een feestje of zo. En jou, ik had vandaag dus echt vet veel over. Al helemaal als ik het sport en het fietsen ga invoeren. Dus ik ga vanavond lekker die cannelloni maken. Maar Mary Cotta was overdatum. En ze hadden gelukkig nog een bakje. Ik belde, hebben jullie dit? Zei die nee. Toen dacht ik, nou, ik heb echt geen zin om ook nog naar de supermarkt te fietsen. Dus ik ga wel even kijken of ik dan een ander soort room kan vinden. Of iets. En toen zag ik dat ze het wel gewoon hadden. Verder wist ik niet of mijn spinazie nog goed was. Dus ik heb nog eens ook gekocht. En als deze nog wel goed is, dan... gebruik ik die gewoon een andere dag. En mijn boodschappen worden vanavond bezorgd. En mijn haarmasker wordt dus hopelijk ook zo bezorgd. Tussen 6 en 10. Als het ineens verandert naar 6 en 10. Dus goed de deur in de gaten houden. Nou, ik ga lekker koken. En daarvoor gebruik ik geen knoflook. Want ik heb morgen mijn date. Daar ben ik altijd heel netjes in. Niet per se voor de man of zo. Maar ik vind dat zelf. Ik ben gewoon heel erg spastisch. Mensen uit je mond zinken. Ik hou er niet van. Wel lekker een rode ui die ik nog heb. Fijn dat ik eten in huis heb en niet hoef te wachten op de boodschappen. Oh, ik had weer Lidl. Dit gekocht bij Lidl. Het is echt verschrikkelijk, maar het is zo lekker. Had ik gisteren op een boterham gegeten. De koelkast is nu echt leeg. En deze had ik, gelukkig, laatst bij de Spar ook gekocht. Niet biologisch, dat hadden ze niet. Bij de buurtsupermarkt is dat, zeg maar. Nou, en dan ga ik lekker
dat maken. Het duurt wel altijd heel lang, want het moet heel lang in de oven. Echt heel lang. Maar daar heb je niet zoveel voor nodig. Soms doe ik ook nog champignons door, maar ik heb nu ook al gehakt, dus dat hoeft niet. En deze spinazie is nog prima, toch? Een beetje verlept. Nou, helemaal goed. Oké, wat houden we bij Groupon? Terwijl ik een date had gezocht bij Groupon, had ik dus dit gezien bij Groupon. Een magnetisch ding. Ik weet niet of het goed is, maar ik dacht, ik probeer het gewoon voor op mijn raam. Anyhow, oké. Zeg ik nou net anyhow? Ik weet niet hoe ik daarmee kom. Volgens mij zei die gast van de podcast dat de hele tijd. Ik heb dus een soort van ziekte dat ik mensen stemmen zo nadoe. Heel irritant. Oké. Even dit leegmaken. Ik weet dus niet wat ik met deze moet. Ik vind ze toch niet meer zo leuk. Ik zet ze toch maar weer even wel hier. Nou, dan gaan we eigenlijk heel simpel. Alleen het vullen is veel werk. Maar ik heb dus toen een goede ovenschaal gekocht. Ja. Yeah. Wow, ik heb al lang niet meer zo gekookt. Want de laatste tijd kook ik alleen maar zoals wat ik jullie altijd laat zien, zeg maar. Roerbak, kijk dit. Ga ik hem mee gaan maken voor zeker 2 dagen is dat. Oh nee, ik had hem nogal cannelloni. Deze had ik laatst ook bij de buurt super gekocht. Niet de beste, maar hier zit er in de verhouding niet enorm veel suiker in. En die saus is altijd heel veel suiker. En zelf maken van de saus vind ik eventjes te veel werk. Dan zeg ik dat ook bijna nooit doe. Ik heb hier nog rolletjes. Dat is alles wat je nodig hebt. So let's go. Laat wel even in lichte mate zien hoe ik dit dan doe. Zo, ik film wel even goed vandaag zeg. Oké, okay, één ding is heel jammer. Ik heb olijfolie besteld. En die is dus op. En dit is zoveel minder lekker met kokosolie. Dus daar baal ik een beetje van. Ik heb wel nog chiliolie. Nee. Ik weet niet of ik iets van zonnebloemolie heb. Dan heb ik nog liever zoiets. Ik doe alles met olijfolie eigenlijk. Dat kan, maar jij kan altijd een beetje olijfolie eroverheen sprenkelen nog straks. Maar ik heb altijd, waar zit ik met mijn olie neer? Ik had ook sesamolie, maar dat is wel een hele heftige smaak. Ik vind dat overigens heel lekker. Maar oh ja, ik had dit een keer gekocht bij Ikea. Dit. Rapeseed oil with garlic flavor. Nee, dat willen we dus niet. Dat heb ik nog nooit gebruikt. Ik heb toch ook zonnebloemolie. Dat is dan nog beter, denk ik, dan kokosolie. Ik haat zonnebloemolie. Associeer dat met frituurvet. Geen idee waarom. Doe ik het wel in zonnebloemolie? Het is heel raar. Als je dat niet gewend bent van huis uit, dan vind je dat heel raar of zo. Ik maak wel even weer een sfeerbeeldje. Volgens mij vinden jullie dat altijd heel leuk. En dit is wel echt een goed gerecht om te kennen, want eigenlijk is het heel makkelijk. Het kost alleen wat tijd om het te vullen. Maar als er vrienden komen en je maakt dit en je vrienden houden van dit soort eten, is het toch altijd wel een culinair, nou geen culinair hoogstandje, maar het lijkt wel echt op een, ja, iets wat je in een restaurant zou kunnen serveren. Dat is toch leuk, toch? Zo. Ik wil stoppen met praten, want anders heb ik altijd zoveel gedoe met editen. Misschien wil ik er wel 2 uien door eigenlijk. Ik gebakken, gehakt erbij. Dan is het ook met champignon of andere groenten of vegetarisch gehakt. Ik maak het eigenlijk heel vaak vegetarisch, dat is ook super lekker. Ja, de laatste tijd in mijn dieet eet ik gewoon wel vlees. Maar het kan allemaal. Straks de spinazie als het gehakt goed is. Dan spinazie toevoegen. Meestal scheur ik het eigenlijk, maar deze is heel groot en ik heb er goed zin in. En met vullen is het misschien iets handiger als het iets als het een beetje wat kleiner is, maar maakt niet zo uit. Omscheppen tot het slinkt en dan gooi ik uiteindelijk de hele zak erbij. Hoe groter je pan, hoe handiger. Nou, ik vind de verhouding spinazie gehakt wel helemaal prachtig. Ik denk alleen dat de ricotta veel te weinig gaat zijn voor dit. Maar dat gaan we zien en dat vind ik niet zo erg. Het is ook niet dat ik nu professioneel over kom, hoor. Ik vertel gewoon even hoe het normaal moet en hoe ik het nu doe. Dus normaal scheuren, nu niet. Normaal meer ricotta waarschijnlijk. We gaan het zien. Ik ga het nu er doorheen doen. Altijd leuk, want het gaat er dus heel makkelijk uit. Ook nog een tip. Lidl heeft geregeld ricotta. Die echt veel betaalbaarder is dan deze. Deze is gewoon echt heel duur.
Maar er zijn niet veel ricotta's op de markt. Volgens mij is dit ook echt de enige die de Albert Heijn bijvoorbeeld verkoopt. Volgens mij is er geen ander merk wat ricotta verkoopt dan Galbani. Zoals mozzarella heb je vettige keus. Oh ja, mozzarella pas laten uitlekken. Want er is niets goorders dan mozzarella sap op je eten. Ik denk dat dit echt niet heel veel gaat zijn, die ricotta, maar wel prima. Dus ik moet net waar je van houdt. Nou, dat mix ik er even goed doorheen. En dan ga ik de buisjes vullen. Het is wel een grote, grove mix, dat wel. Als ik het zo zie. Maar het is helemaal prima. Volgens mij doe ik het trouwens bijna nooit met gehakt, bedenk ik nu. Dan hoort het officieel. Ja, als het in een restaurant staat, is het met gehakt. Daarom heb ik gehakt gehaald. Maar ik doe dat normaal volgens mij helemaal niet. Inderdaad, champignon spinazie. Maar ja, wel super lekker. Proeven. Het ziet er anders uit dan normaal. Oh. Heel lekker. Ik ben echt een beetje afgeraffeld ook. Oh ja, zet de pan dichtbij, want er valt nu al van alles naast bij mij. En dan ga je gewoon die buisjes vullen. Ja, dan hadden daar nog twee opgekund, maar hoeft niet. Oven voor verwarming, ik doe 230 graden, want ik weet dat het altijd een eeuwigheid duurt, dus het is lekker heet. Even in de gaten houden dat die, dat die kaas dan niet verbrandt. En dan lekker dit er overheen knallen. Weet dus niet of deze saus lekker is. Ik gooi het er helemaal overheen. Ik ben echt gek op dat zure van tomatensaus, zeg maar. Als je dat net als ik ook wel lekker vindt, dan vind je dit gerecht echt heerlijk. En dit is dus ja, een beetje dat romige en dat vlees en dan afgetopt met die frissurige tomatensaus, echt zo chill. Hier zit wel een beetje kruiden door. Ik weet niet of die per se goed erbij matchen, maar het is prima. En dan je mozzarella bolletje verscheuren. Ik doe ook geen chilipeper, soms doe ik dat wel. Kijk, hij moet echt goed bedekt zijn, dus zo'n grote pot is niet verkeerd. Maar ja, hier kun je dus echt met z'n vieren van eten, zeker. De meeste mensen eten volgens mij 3 rolletjes. En dan... ja, dat is wel prima. Echt goed bedekt zijn, want anders kan het droog worden. Super lekker. En nu lang wachten. Als je het echt van kaas houdt en zo, en het maakt je niet uit wat je eet, kun je er natuurlijk nog geraspte kaas overheen doen. Dat is ook lekker. Hij zegt zo, ziet er wel nice uit. Dit gaat nu heel lang in de oven. Geen idee hoe lang. Oké, even om te laten zien als een rolletje kapot is. Zo ziet het er dus nu zeg maar uit. Ik heb nu echt een heel lelijk bord voor mezelf gemaakt. Maar het is vet lekker. Eeuw, het ziet er echt goor uit. Nou ja, dit is het. Allemaal rolletjes. 1 rolletje had ik nog open kapot gemaakt. Maar dan... ja, het is in ieder geval gewoon vet lekker. Hij is een beetje bruine mozzarella, maar het is echt heerlijk. De bezorger was niet gekomen. Ik had tot 5:10 gewacht. Super vervelend. Ik heb nu maar die van Sodombi in mijn haar gedaan. Dat is ook wel prima. Maar het is gewoon vervelend als je er zo lang op wacht. Ik ben even een tasje aan het maken voor morgen. Ik ga in 1 keer door uit mijn werk. Ik ga rond 5:30 of zo weg. En dan gaan we in Alsmeer ergens eten. Ik weet niet waar. Hij weet het. Dus ik heb er zin in en ik zie jullie morgen. Wow, haar. Ik had een hele tas mee met alles om in 1 keer door te kunnen gaan vanuit de date. Maar we hadden vandaag een overleg voor het afscheid aan de directrice en we hebben het helemaal af. En ik was zo kapot daarna, ik heb het ijskoud, ik had een hele rode kop. Ik dacht, ik heb nog een uur, ik ga gewoon even langs huis. Ik ga even lekker douchen, ik haal het er weer even lekker af en dan fris ik hem even op, want... ja, het is de tweede date, dus ik wil wel een goede indruk maken, zeg maar. Stel, ik ken hem al langer, dan maakt het niet uit als ik me zo even een beetje opfris. Maar ik dacht nu, waarom niet? Ik ben lekker om 4 uur weggegaan. Toch? 4:15, ja. En dan heb ik nu nog even te spreken, dan 5:45 af. 4:30 is het nu. 5:30. Uur en 1 kwartier. Een uur. Ik heb een uur. Oké, ik moet wel even tempo maken. En ik warm een beetje cannelloni van gisteren op. Want ik heb een beetje trek. Ik ben dus te laat en ik heb mijn make-up nog niet eens af. Ik heb dus gelogen, ik lig nooit, maar ik heb gezegd dat ik nog op mijn werk ben. Ik had mijn make-up er niet af moeten halen. Ik lig echt nooit, maar ik moest nu liggen, want het is anders te aso. Dus als je dit ooit ziet, sorry. Ik ben langs huis gegaan, dat is geen verstandige outfit. Nee, dit is mijn outfit. Het jurkje dat ik altijd aan heb. Stippenpanty. Ik ben dus net ongesteld geworden dat ik heel erg balen. Dan neem ik de camera even mee in de auto, dat ik jullie daarna even kan spreken. Ik moet nu echt opschieten.
Ik ben nu echt een half uur te laat, denk ik. Ik moet ook nog dit doen. Het was echt super leuk. Het is nu 12:30 geweest. En ik moet morgen dus werken. Maar we hadden echt iets van boeiend. Morgen is het weekend. Laat het gewoon een keer doen. Nou, een keer ben ik nog meer content. Maar gewoon, ja, let's do it gewoon, zeg maar. En het was echt onwijs leuk. We waren dus in Hoofddorp bij Joe nog wat. En het was echt heel leuk. De bediening was echt top. Je merkte echt dat zij dus echt aan ons merkte dat we een date hadden en zo. En ze gingen helemaal met ons kletsen. Ze vond het helemaal leuk. En ja, ik ben echt zo blij dat ik zoveel lekker in mijn vel zit ook. Nou ja, ik ga er dus niet te lang op in. Maar het was heel leuk. En het gaat nu eindelijk een keer precies zoals het zou moeten gaan. Gewoon lekker, heel lekker rustig aan. En we hebben lekker de hele avond daarna nog op bank gechilled. Lekker tegen elkaar aangelegen en zo. We wilden echt niet naar huis. Die afstand is trouwens wel echt een ding. Maar ja, dat is ook wel weer spannender. Maar het is wel een dingetje. Het is lastig. Je moet echt totaal een andere kant op nu, zeg maar. Maar ja, Hoofddorp in de avond is chill. Want ik was op de heenweg heel lang onderweg. Maar nu maar 27 minuten. Dus dat is echt prima. En ik lig pas om 1:30 in bed. Dus ik heb 5 uur slaap. Dat is echt heel erg. En ik ben opgesteld geworden. Maar ja, wat ik zei, ik wil niet te lang in detail treden, maar dit is echt heel goed, zeg maar. Ik word echt steeds wat blijer en steeds zo. Het is echt een hele goede vent die ik nu getroffen heb. Dus we gaan gewoon zien, maar heel veel mensen zeggen, we gaan gewoon zien hoe het gaat lopen, denk ik, maar je weet toch wel al wat je wil. Maar nu is het pas, snap ik dat of zo. Het is gewoon heel goed, maar je gaat gewoon rustig aan kijken. Dus sorry voor dit donkere beeld. Jurkje aan had zo. Dat is toch wel, vond het toch wel heel leuk. Ik vond het zelf ook wel heel leuk. Het is toch wel echt vrouwelijker, voel ik me dan of zo. Het was super leuk. Ik voel me gewoon bij hem zo fijn en relaxed en veilig. En ik ben gewoon heel rustig ook bij hem. Maar ik kan ook gewoon gek mee dansen op muziek of zo. Rare dingen doen. Hij vindt niks raar. En ik wilde omdat ik me opgesteld ben, ik wilde een toetje, maar ik vond niks lekker. Toen zei ik wil gewoon slagroom. Gaat hij gewoon voor mij een bekertje slagroom vragen, weet je. Dat boeit hem gewoon niet. Dat vind ik zo fijn. Ik voel me nooit dat ik me schaam of me raar voel of me dom voel of me gênant voel. En ondertussen ben ik ook dus heel rustig en kalm bij hem. En het is echt heerlijk om gewoon, ja, wat. Dus, to be continued. Ik ben wel heel erg bang over het YouTube gedeelte. En het zou kunnen dat dat wellicht uiteindelijk de kop ding is. Dat hij dat gewoon echt niet kan opvatten. Als ik een foto van mijn eten maak, vindt hij dat wel van de. Zeg maar, ik bedoel, ik ben niks gek, maar hij zit gewoon niet. Ik zit ook bij hem gewoon niet op de telefoon. Dus het voelt wel alsof ik een soort van een leugen bij hem te dragen. Nou ja, hij accepteert gewoon zo erg dat ik niet wil zeggen wat ik doe. Maar hij heeft het er ook gewoon helemaal niet eens over. Zegt super lief, maar ik ben zo bang dat hij dat een afknapper vindt. Of niet een afknapper, maar gewoon dat hij dat niet wil, snap je? Ik zou best als je zoiets echt niet wil. Dat je gewoon ook niet wil dat het leven van je vriendin op internet staat. Ik kan het echt wel heel goed begrijpen. Dus ja, ik kan het gewoon echt begrijpen. Dus ik ben benieuwd. Maar ja, als dat zo is, dan is dat zo, weet je. Dan is het gewoon niet daarin een goede match. Dus, oké. Adieu. Hallo. Ik ga misschien een beetje ziek worden. Dat is wel balen, want ik voel me echt, ik heb denk ik 4 uur en 3 kwartier geslapen. Qua vermoeidheid gaat het dus echt prima, maar ik heb gewoon echt, het klonk heel aanstellerig, zo pijn. Maar qua, weet je, ik ben dus altijd heel verantwoordelijk in principe wel qua slapen dat ik naar mijn werk moet. Goedemorgen, babe. Jij was ook een rare avond. Maar ik heb echt bewust ervoor gekozen dat ik dacht, ah joh, het is morgen vrijdag. Ik kan hem bijna nooit zien. Ga gewoon lekker. En toen dacht ik, ja, ik kan wel zeggen ik moet nu naar huis. Hij kan wel zeggen ik moet nu naar huis. Maar geniet gewoon even van de dag. Je overleeft deze dag alweer. Maar ik heb zoveel groenten in mijn koelkast. Ik moet echt koken. Ik bedoel, ik had ook gekookt die avond, maar gisteren natuurlijk niet. Ik heb trouwens echt wel weer gezond gegeten. Tot nu toe heb ik met hem steeds wel heel gezond gegeten. Dat is ook wel fijn. Wauw, oké, ik ben wel heel moe. Maar wat ik het vervelend vind is mijn keelpijn. Dat voelde ik dus gisteren op mijn werk al aankomen. Hallo. Even pauze. Ik eet een baby avocado. Heel apart. Heel chill. Sorry hoor, maar er is hier onder mijn rekening.
Maar ik luister naar Lot. In ieder geval. Maar ja, wat wilde ik zeggen? Oh ja. Echt heftig, maar ja, daarom, ik vind het allemaal wel interessant. Kijk, mijn outfit, jongens. Ik heb dit aan vandaag. Nog nooit aangehad op mijn werk. Maar vandaag is het chilldag. Ik moet lekker rustig aan met de kids. Super chille sfeer. Super chille outfit. Oh. Ik wel mijn wekker steeds gaat. Vet relaxed zit op je werk. Ik durf het dus nooit aan te doen op mijn werk of zo. Maar ik heb gewoon ook deze Monkey Chenille trui eroverheen. Dus helemaal niet flatteus. Maar ik ben helemaal zacht en comfy vandaag. Goedemiddag allemaal. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga even voorlezen. Het is het einde van de dag. Maar ik had de vlog nog niet geopend. We hebben net nieuwe groepjes gemaakt. Want ze waren een beetje druk vorige week. En vandaag merkte ik het weer. Toen dacht ik, waar ligt dat aan? Toen dacht ik, het is tijd voor nieuwe groepjes. Ik ben niet een juf die altijd maar na elke vakantie verandert. Want wat werkt, dat werkt. Dus ik heb ook 4 kinderen bijvoorbeeld laten zitten op hun plek. Want die zitten daar heel fijn. Maar de rest is veranderd. En het gaat super goed tot nu toe. Dus we hebben nog even 3 minuten om te lezen. Jongens, ik heb een probleem. Ik heb net gesport trouwens. Ik ben bang dat ik niet meer kan vloggen. Ik heb de laatste 2 weken geen inspiratie. Als in, ik vind mijn leven niet interessant om te filmen. En alles wat ik nu doe zijn ook dingen die ik niet aan jullie kan vertellen. Veel dingen in mijn leven. Ik weet het gewoon even niet. Ik heb ook niet echt de behoefte om dan sfeerbeelden te maken. Heel stom. Dan raak ik meteen in stress en denk ik, oh my god, straks ga ik ook ineens geen zin meer in vloggen. En dat wil ik echt niet, want ik vind het super leuk. Ik heb vandaag vet raar gegeten. Ik begon gewoon met appel, koffie. 2 boterhammen slankie. In de middag weer 2 boterhammen slankie. En toen na mijn werk dacht ik, ik heb honger, maar ik heb geen zin in dat. Toen heb ik echt 15 pepernoten gegeten en een speculaasje. Toen ging ik voor het sporten banaan eten en droge rosbief. En toen na het sporten heb ik een zakje popcorn, een klein zakje popcorn gegeten wat in mijn auto lag. Surimi sticks. En nu eet ik wortelen. Zou ik gewoon zuurkool maken. Maar ja, het is al 6:30, dus nu hoef ik niet te koken, dus super chill. En ik heb mijn haar gekruld, dus daarom is het een beetje kort. Dan kan ik dus weer een keer gaan editen, want het komt er ook niet meer van. Straks ga ik weer met de man bellen. Te bellen elke avond. Gaat heel goed. Dus dat is het lekker aan apart wonen. Of apart wonen. Alleen wonen. Niemand die nu zeurt dat ik super raar heb gegeten. Wat weet ik wanneer die aardappelen goed zijn. Oh, top. Ik heb nog nooit zelf zuurkool gemaakt volgens mij. Oh ja, op aanraden van de man drink ik nu kefir. Kefir, ken je dat? Hij zweert er echt bij. Het gaat super goed zijn voor je darmen. En ook voor afval en zo. Mijn camera doet raar. Nou, ik hoop dat deze nog beter wordt dan vorige week. Want toen heb ik echt letterlijk niks gefilmd. Het spijt me, maar ik kan niet nep filmen. Ene moment juf, ander moment influencer. Als een gek. Superleuk. Mijn collega's vinden het ook altijd leuk. Omkleden op werk. Niet echt iets bijzonders, maar super erg stress. Ik heb nu een parkeerplek. Ik heb nog 5 minuten. Eventjes mijn make-up ben ik aan het doen. En dan zo met de trein. Ik wil eerst met de auto gaan, maar de trein is sneller. Evenement. Morgen lekker vrij. Ha! Wat last, want iedereen is altijd super mooi op zo'n evenement. Ik heb nu geen idee wie er komen. Ik ben dus betaald om naar een evenement te gaan. Ik word betaald. Echt goals. Voor het eerst in mijn leven. Super vet. Nog nooit gehad. En het is al 4 tot 6. Maar ik zei dat ik vanaf 5 kom. Ah, jongens. Stress. Maar ik hou er wel van hoor. Lekker. Ik bedoel, ik zou ook geen stress hoeven hebben als ik het allemaal rustiger aanneem. Maar ik vind het juist leuk om dan gewoon lekker nog tot het laatste moment door te werken. En dan, nu moet je weg. En dan voel je echt zo mega Mindy. Zo, nou ja, het is gelukkig toch best wel donker straks, buiten. Ik moet er maar mee door. Sinds ik met mijn lijn meer tevreden ben, maakt het me ook iets minder uit hoe ik eruit zie, dus dat is fijn. Alleen balen dat ik geen pakketjes meer heb kunnen wegbrengen, daar baal ik echt wel van. 53 gaat het. Oké, let's go. En ik dacht dat mijn haarborstel in de auto lag, maar die ligt er niet, dat is ook balen. Maar het is prima. Komt goed.
De pori van de schoen. Van het leer. Ja, want die is net make-up, hè? Ja. Make-up, dan moet je eerst reinigen en dan okay. Het product erop. Ja. Jongens, ik werd eruit gepikt omdat mijn schoenen er niet uitzien. Het is wel zo. Ze zien er nu al meteen beter uit. Ja, het is heel zonde. Ik heb ze eigenlijk nooit ingespoten. En ik maak ze ook nooit schoon. Ik draag ze super. Maar ze worden ook zwarter nu, lijkt het wel. Ja, ze zijn gewoon schoner. Oh. Nou, top. Wow, ja, wat ze goed. Ze zien er veel nicer uit. Ja, serieus. Super chill. Nou, dat was echt heel erg leuk. Het is altijd een beetje spannend. Vooral als je lang niet naar een evenement bent geweest en niemand kent. En het was gewoon in een winkel en er waren niet heel veel mensen. Maar Denise was er. Ja, Bobby ken ik dan. Die kent mij verder niet. Maar die was ook heel aardig. En verder de meiden van het PR-bureau en van Manfield en zo. Allemaal super leuke meiden. Dus dat was wel heel erg fijn. Lekkere hapjes. Nu loop ik dus door Utrecht. Wel heel chill op een dinsdag trouwens, want dan ben ik nog niet heel moe. En dan ben ik dus morgen vrij. Dus er zijn nog winkels open. Ik heb echt van, ja, ik ga nu niet meteen naar huis. Waarom zou ik? Maar ik ben dus betaald om het op Instagram te laten zien. Maar om dit te laten zien, daarvoor heb ik geen samenwerking. Maar ja, ik vind het dan echt super nep om dan te zeggen, ja, hier krijg ik niet voor betaald, dus ik laat het niet zien. Ik heb mega mooie schoenen gekregen. En als ik zelf schoenen koop, zou ik ze misschien niet kopen, omdat ze best wel duur zijn. En ik ze misschien niet heel veel ga dragen, maar omdat ik het mocht uitzoeken, dacht ik, ik ga gewoon een keer voor gewaagd en voor iets anders. Dus ik zal ze jullie straks laten zien. Maar ik denk dat ik ze echt met een panty heel vet vind. Dus hele toffe schoenen. Zo, ik ben altijd zo'n raar persoon. Dan ben ik op Utrecht, staan de winkels open, denk ik, ja, ik ga toch niet nu alweer naar huis als ik hier ben. Ik vind het trouwens echt duur. Ik was gewend om altijd met korting te reizen, maar dat heb ik nu niet meer. Het is toch 2 keer €6,90. Maar ik krijg betaald om erheen te gaan. Oh, ik heb al mijn cupper afgepulkt in de trein. Het is al 9:15. In de trein heb ik even gebeld met mijn nieuwe jongen. Hele leuke jongen. Ik begin hem echt steeds leuker te vinden. En zaterdag komt hij naar mij. En ook slapen. Zondag ook. Ik heb allemaal leuke dingen gepland. Dan weten jullie dat. En zaterdag ga ik hem vertellen over mijn onderneming. Want ik had hem al een beetje een hint gegeven. Ik zei, ja, ik ging net ergens naartoe en daar heb ik dit mee verdiend. Zei hij, nou, als je zo lekker geld kunt verdienen met iets wat je zo leuk vindt, dan vind ik het sowieso niet raar of gek, hoor. Dan moet je lekker mee doorgaan, weet je wel. Ik ben dus heel bang dat hij het dus raar vindt. Omdat hij dus nooit op zijn telefoon zit en totaal niet bezig is met dat. Het is natuurlijk, stel dat ik alleen Primark shopblogs of zo maakte of on the go's, dan was het anders, maar ik gooi mijn leven erop. Maar ja, je merkt al, weet je, over hem vertel ik ook bijna niks. Dus ik kan echt wel... Ja, niks vertellen als iemand dat niet wil. Dat is ook geen probleem. Maar goed, megadoos dus. En wat ging ik zeggen? Oh ja, we moesten uit het station. Dat vond ik echt super eng. Maar er was uiteindelijk niks aan de hand. Ik dacht echt aanslag. Wat wou ik nog meer zeggen? Ik weet het niet. Nee. Geen idee. Doei. Hallo jongens, het is 3:30. Ik heb een beetje wasjes gedraaid en een beetje opgeruimd. Heel lang in bed gelegen, want ik was dit weekend ziek. En ik voelde me vandaag eens weer helemaal niet lekker. Nu heb ik even snel wat poedertje opgedaan, want het ziet er eigenlijk een beetje raar uit. Met zonder geen make-up verder. Ik ga veel snel naar het postkantoor. Want er liggen dingen van mij die ik moet ophalen. En er ligt inkt, want ik ben bestellingen aan het maken, maar mijn inkt is op. Dat wist ik al. Ik ben dus echt een beetje moeig, maar ja, het heerst. Dus ik ga nu de inkt halen. Bestelling heb ik al gemaakt. Even de namen erop geschreven. Dit is mijn look. Het lijkt... Ja, ik vind het wel grappig, want het is leuk, maar het zit wel lekker. Haar nat, lekker crappy. Even op de fiets erheen, allemaal pakketten ophalen. Inkt, dan inkt boven erin doen, die bestellingen maken. En dan ga ik naar Dima weer nagels doen, zonnebank. Het is echt een beetje ritueel. En sporten wordt hem vandaag niet, dus dat ga ik dan morgen doen. Ben ik weer? Vergeet ik hoe lekker ik altijd opknap. Gewoon eventjes 5 minuten buiten zijn en fietsen. Maar... Het is grappig, want het postkantoor zit nu op een nieuwe plek. En die mensen vinden het ook altijd wel interessant om te zien wat er allemaal binnenkomt. Ik heb een, volgens mij een adventkalender van Kliniek. Dat is leuk, maar ik ben helemaal niet in de video mood, maar dat moet ik wel gaan doen. Ik van Poel en Beer, want ik heb een soort van hele vage mail voor iets met Instagram. Maar ik was het eigenlijk alweer vergeten. Ik ben echt benieuwd wat het is. Je mag het helemaal niet uitkiezen zelf. Maar ik moet het eigenlijk nu gaan bekijken. Oh god, wat is dit? Het is zo raar. Ik moest alleen mijn maat zeggen. Het is echt heel raar. Oh, dit is wel heel leuk trouwens. Oké, dit is echt super leuk. Maar heel random. Gewoon echt... Oké, ja, ik heb nu geen tijd, maar het ziet er leuk uit. Voor een burkje-munitie. Gaan we hier een story voor me maken. Een retourtje. Iets van mooi.
nog iets van mooi. Ga ik nu niet naar kijken. En ik heb lekker Amerikanen croissantje gekocht bij de bakker. Die was echt heerlijk. Dat was mijn ontbijt. Ik heb niks in huis behalve zuurkool, het restje van gisteren. En dit is mijn inkt. Oké, top. Ik ga snel met die inkt aan de slag. Die labels erop plakken en dan weer auto pakken en dan weer naar hun pakketten afleveren. Ik ga dus om 4:15 naar de nagelding. Maar het punt is dat ik ook naar de zonnebank moet. Maar vanaf 6:00 kan Albert heen komen. En dat is dus een probleem. Dat betekent dat ik voor de nagel naar de zonnebank moet, maar het is al vet laat. Oké, we gaan even naar boven. Heb ik alles nu? Ja, toch? Bijna altijd tussen 6 en 10. En altijd zit ik echt tot 9:30 te wachten. Eerst is het om 7:30, uiteindelijk wordt het 9:30. Nu stond er vandaag tussen 6:15 en 7:00. Toen dacht ik al, oh, net een keer komt het niet goed uit, zijn ze vroeger. Ben ik bij de zonnebank, hebben ze geen pin. Zou ik super erg moest haasten. Ik snel bij een kroeg vragen, mag alsjeblieft een tientje binnen. Nou, lig ik in de zonnebank, krijg ik zo'n appje van, we zijn eerder. Toen dacht ik, oké, dit is te veel stress. Heb ik de nagels afgebeld. En nu ben ik 5:55 thuis. Ze kunnen tussen 5:30 en 6:00 komen. Maar ik hoop nu maar niet dat ze dan later komen. Dat zou ik echt niet leuk vinden. En ik heb deze weer gekregen. Had ik dat verteld? Misschien is jullie wel opgevallen dat ik weer wat bruiner ben. Maar ik merk dat ik mijn eigen bruine kleur toch het mooist vind. En die creëer ik echt met deze. Dus ik had gemaild of ik hem weer mocht aanvragen. Maar dat scheelt toch €25. Maar toen kreeg ik geen antwoord. Dus ik heb hem zelf besteld. Dus ik heb hem nu voor de tweede keer in. En nu is hem dus toch toegestuurd. Maar ja. Wel chill, heb ik er eentje toch nog gratis, dus dat is fijn. En ik kreeg deze blazer, heb ik al van L'Occitane in het groot. Maar omdat ze nu een samenwerking hebben met Louise. Waar zit een kettinkje? Soms, vaak bij dit soort dingen denk ik van zonde, weet je. Je stuurt een heel pakket op en dan zit er vaak echt een beetje niet zo mooi iets in. Maar dit is dus echt een heel mooi, oh het is een armband. Maar hij is wel echt mooi. Dus ja, dat is een promotie. Maar hij is wel, ja. Heel cute, dus. En dat is wat ik had opengemaakt. Nu ga ik eten en wachten op de appie. Goedemorgen jongens, ik heb me vandaag even eerst aangekleed. En dan ga ik nu pas koffie maken en opmaken en zo. Want ik heb echt iets van, het is heerlijk om in je pyjama op de bank te zitten. Maar elke keer dat ik tijdstress heb, komt het doordat ik me nog moet aankleden of iets. En als je geen make-up op hebt, kun je gewoon de deur uit. Als je geen kleding aan hebt, niet. Dus nu kan ik al de deur uit, snap je? Maar ik heb nog, ik wil gaan fietsen vandaag. Het is 5:30, ik moet om... Oh, ik heb nog 1/2 uur. Chill. Ik heb sportkleding mee. Ik heb vandaag, ga ik mijn hele lelijke roze, veel te grote jas aan doen. Maar ik heb helaas geen andere jas. Dus ik ga dat maar gewoon als mijn fietsjas gebruiken. En dan heb ik een ander mee voor het schoolplein, want het ziet er echt niet uit. Nog even boven mijn muts pakken, of ze nog meer pakken wil. Ik weet niet. Wat ik echt goor vind, ik had dus gisteren appels besteld. Albert Heijn bestelling. Dan heeft elke appel heeft zoiets goors, zeg maar. Nou, deze hebben allemaal bruine plekken, maar dan... Weet je, van het vieze nat met van het vieze rotte sap. De hele zak. Ik vind het echt vervelend, want het is al de derde keer. Bizar. Kijk, ik wil het nieuws aanzetten. Is het 42 en helemaal niet 25. Dat scheelt toch behoorlijk wat. Oei. Nu moet ik echt even... Ja, heb ik 10 minuten om op te maken. Red ik wel, maar het is toch even anders. Zo, een goede jas maakt echt verschil. Ik moet even nog wat make-up op doen, maar wow. Ik heb het gewoon warm in plaats van koud. Hi, ik vind het zelf altijd super irritant als mensen zeggen... Ik heb dit en dit en dit gedaan, maar ik heb het niet gefilmd. Nou, dat ben ik dus ook. Ik had echt een super goede dag, maar ik was zo druk. Wow, ik word ook ineens zo iemand. Komt wel goed hoor, jongens. Maar het is nu al vet. Het komt doordat het super statisch is door al die mutsen en de kou. Ik was heel moe op mijn werk. Toen ben ik best wel bij thuis weggegaan. Ging mijn lenzen ophalen. Die nu een proefzetje met cilinder en zo. Dus hopelijk eindelijk goed. Ga ik morgenochtend testen. Ik was op de fiets naar school gegaan met een hele dikke jas. Zodra ik op de fiets zat, voelde ik me eigenlijk al beter. Dus ging ik naar de Ethos om dit te halen. Want dat heb ik laatst ook eens opgemaakt. Ik geloof wel dat dit goed is. Toen fietste ik naar de sportschool. Toen kwam ik ondertussen een visteentje tegen. Ging ik een haring eten met een paar oude mannen. Dat was super gezellig. Heb ik heel hard getraind. 1/2 uur, maar echt zware kracht gedaan. Want zaterdag deed. Toen dacht ik, nou, ik kan op zich ook nog wel mijn nagels doen. Wat ik dus gisteren wilde doen en uiteindelijk morgen. Maar ik dacht, heb ik dat vast gedaan. Naar huis gefietst, 20 minuten, helemaal verzuurde benen. Heel snel even weer dit aangetrokken, want ik had sportkleren aan. Heel snel naar Dima gereden, daar zijn mijn nagels gedaan. Maar ik had iemand die niet zo goed was. Dus ik dacht, ik doe dit keer geen kleurtje, want het duurde allemaal te lang. En ik vond het niet zo goed. Ze doen echt pijn. Uiteindelijk zijn ze mooi, maar ik moest heel veel zeuren en ik heb daar een hekel aan. Vaak zitten er van die vrouwen echt zo...
dit is niet goed, dit is niet goed. Dan denk ik, oh, zo arrogant. Ik voel me zo'n slaaf. Ik bedoel, je betaalt ervoor. Maar uiteindelijk is het dus heel netjes. Maar het is dus geen kleur. Dus het is zeg maar gewoon die poederkleur. Met een doorzichtig laagje. Maar ik vind het altijd wel mooi. Dan doe ik volgende keer weer een kleurtje. En het duurde allemaal te lang. En het scheelt toch 10 euro. Vind ik best wel veel. En toen was ik thuis. En nu is het 6:30 of zo. Of 7:00. Oh. 7:15. En nu ga ik lekker eventjes restje zuurkool eten. Een beetje twee kijken chillen. En dan bellen. En dan op tijd slapen. Ik heb een heerlijk eitje gebakken. En die eet ik dus nu. En hij is echt heerlijk. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Dat is echt super chill. En maar niet op de fiets helaas. Ik had er geen tijd meer voor. Vandaag wordt echt zo'n melige dag. Ik voel het al. Ik ben een beetje moe. Maar doordat ik nu elke avond met de jongen bel, ga ik voor mij nog best op tijd naar bed. Maar het heerst een beetje. Iedereen is een beetje kwakkelig. Maar ik word er altijd melig van. Dus gaan we weer lekker dansen en leuke dingen doen. En natuurlijk gewoon ook werken. Ze zijn nu bij gym. En na werk ga ik lekker naar de supermarkt. Daar kan ik me helemaal op verheugen. Om dus dingen te halen voor het ontbijt zondag. Ik kan me daar dus zo erg op verheugen. Dat is echt bizar. En morgen ga ik hem dus vertellen dat ik YouTube doe. Een webshop. En dit vest heb ik weer gevonden. Ik draag het nooit. Ik vind het lelijk. Maar die ga ik lekker op mijn werk leggen. Om af en toe even lekker warm te worden. Dus. En mijn haar is wel heel bruin nu. Vinden jullie niet? Ik hoef dus niet morgen mijn haar te, vanavond mijn haar te wassen eigenlijk. Maar ik ga het wel doen. Want dan, ik vind het gewoon lekker als je dan samen gaat slapen of zo. Dat je dan... ja, lekker fresh haar hebt. En niet haar wat je dan zondag moet gaan wassen. Oké, waar je allemaal over na kan denken. Dus. Verder heb ik echt niks meer op het programma. Ja, het zal wel weer weinig vloggen worden deze week. Want waarschijnlijk... dan dat ik het niet meteen morgen ga zeggen. Ik durf het echt niet. Zodra je in mijn huis komt, zie je sowieso mijn webshop boven. En beneden zie je ook allemaal pakketten liggen en zo. Ja, allemaal kleding. Nou, natuurlijk ook voor mijn webshop, maar ook gratis kleding en zo, wat ik nog moet filmen. Oh, ik vind het zo spannend. Hij zei wel van wat hij hoorde van nou. Ik vertelde van, oh, ik krijg dit bedrag door naar een evenement te gaan. En zo zei hij, nou ja, als je dat bereikt, vind ik het sowieso alleen maar cool. Maar ik ben zo bang. Nou ja, als ik niet leuk vind, dan niet. Maar het is stom, want hij vindt mij zeg maar, als persoon heel leuk. Het zou gek zijn als je dat dan niet leuk vindt. Want dat is precies hoe ik ben, maar... het kan even wennen zijn, omdat je dus... ja, het kan dat je er een ander beeld bij hebt. Ik krijg wel vaak te horen van, oh, ik vind... ja, ik weet niet. Mensen denken gewoon vaak, oh, influencer, dat is zo'n bepaald type, weet je wel. Maar ja. Uiteindelijk is echt 80% van de influencers die ik ken ook gewoon super chill en normaal. En gewoon... maar er hangt gewoon een soort van image omheen. Dat was weer een superleuke dag. Zo stom, maar als je dan iemand leert kennen, dan ga je echt denken van oké, diegene woont heel ver, zou ik ooit er naartoe verhuizen. Maar ik kan in mijn hoofd gewoon niet, ik wil gewoon niet een nieuw werk zeg maar zoeken. Want als juf kan je overal wonen, je vindt overal wel een baan. Maar ik heb het zo naar mijn zin op mijn werk, qua alles, qua school, qua de kinderen, maar qua collega's. Het is gewoon, het voelt gewoon alsof ik met mijn vriendinnen werk, die wel echt veel ouder zijn. Maar ik heb eigenlijk niet één of twee, dat is wel leuk, maar gewoon... zoveel collega's die ik echt fantastisch vind op mijn werk. We hebben zo'n leuke school, team onder elkaar. Maar dat is echt niet vaak. We hebben echt een fantastisch, gezellig, leuk team. En dan op zo'n vrijdag, als je een beetje moe bent en niet echt meer zin hebt om wat te doen, zit ik toch tot 4:30. Omdat je gewoon met elkaar aan het praten bent, weet je. Gezellig, grappige dingen, serieuze dingen. Over privé, over onderwijs, over wat dan ook. Maar het is gewoon zo fijn. Ik heb nog nooit zo ontzettend fijn gevoeld op mijn werk. Nou, ik had natuurlijk verder alleen bijbaantjes of zo, maar ja, echt... mag ik echt in mijn handen knijpen ook, zeg maar. Ik ben elke dag zo enthousiast over mijn werk, ook met de kids. Ik ga met zoveel plezier naar mijn werk. Ik heb het volgens mij al vaak gezegd, maar ik wou het nog even een keer zeggen. Ik ben zo ontzettend blij mee. Ik bedoel, het is zo'n groot deel van je leven. En ik doe dat echt niet... Tuurlijk, je werkt omdat het moet, maar ik heb er echt heel erg veel plezier in. Ik zou het oprecht heel erg missen. Ik zou echt niet voor niet werken of zo. Ik vind het echt geweldig. Hele leuke baan. Ik zou op kantoor zitten en de hele dag mails moeten beantwoorden. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Maar daarom vind ik dat zo zonde als mensen een baan hebben die ze niet leuk vinden. Maar ja, je hebt ook mensen die weten gewoon nooit wat ze willen worden. Die vinden gewoon niks leuk. Ik vind naast dit nog 100 andere dingen ook leuk. Maar ik vind dit wel heel leuk. En vind ik wel mooi, want ik heb in mijn opleiding nog wel eens getwijfeld om te stoppen. Omdat ik zoveel moeite heb met concentreren en met mijn studie, zeg maar. Met het toetsen leren. Maar ik ben zo blij dat ik dat uiteindelijk heb doorgezet. Ook mede dankzij mijn moeder en
die ook iets had van kom op, we gaan ervoor. Ondanks een concentratieprobleem. Want het is wel echt de beste baan voor nu in ieder geval die ik had kunnen kiezen. Dus dat wou ik nog even zeggen. En nu is het al wel 5. Super gezellig dus. En wat heel leuk is, ik heb heel lang uitgekeken naar dit moment. Want nu is het eindelijk weekend. En dat betekent dat morgen mijn weekendje logeren begint. Zo schattig. De kids weten ook dat ik ga logeren dit weekend. Gezellig. Heel erg schattig. Dat is echt heel erg lief. Ze zeiden, maar ja, dan moet je die zachte broek aan, dan moet die bliksem schichten, bla bla. Dat is echt heel cute, ze zijn zo schattig. Maar die komt dus logeren. Vanaf morgenavond gaan we eerst gezellig Amsterdam in. Nou ja, waarschijnlijk film ik dus niks, want nee, dat weet hij dus ook nog steeds niet. Ik denk dat ik het pas zondag ga vertellen. Voor het geval dat hij het helemaal niks vindt, dan hebben we in ieder geval nog een leuke zaterdag. Maar ja, ik verheug me dus al sinds ik vrijgezel ben eigenlijk erop om weer ontbijtjes te kunnen maken voor iemand en dat soort dingen. En dat kan nu eindelijk. Dus ik heb de hele week uitgekeken. En dat is als ik jarig ben dat ik er naar uit kan kijken dat ik dan borrelhapjes kan gaan halen. En binnenkort met afscheid van onze directeur mag ik dus ook de borrel gaan verzorgen met een collega. En daar kan ik me dan dus echt super erg op verheugen. Maar dat heb ik dus ook met dit. Terwijl we zijn met z'n tweeën, dus ik kan bijna niks halen. Maar ik heb er alsnog echt vet veel zin in. Ik heb al een paar dingen. Ik heb al croissantjes, deeg en zo. Maar, en ik heb al ei, maar ik wil een soort van ei met ontbijtspek. Ik wil lekkere vanillejoghurt heb ik al met fruit en zo en muesli. En ja, ik ga gewoon even wat lekkere dingetjes halen. Ik neem jullie wel even anders mee. Ik ben vet moe. Dus hij is niet helemaal fit, maar wel echt de hele week heel vrolijk. Dus dat is leuk. Oké, ik neem jullie wel even mee de supermarkt in, ja? Ik ben heel blij. Ik ben weer helemaal blij. Ik ben echt een blij mens de laatste maanden. Thuis helemaal kapot. Ik ga echt chillen voor mijn leven. Natuurlijk veel te veel gekocht. Ik heb ook een paar andere dingen gekocht. Bij Appie heb ik 2 van deze vaseline. Want die smeer ik nu al 2 weken lang elke dag als enige nachtcreme op. En het ging veel beter met die uitslag. Maar nu op een gegeven moment wordt je huid er weer immuun voor. Maar ik vind het alsnog heel fijn spul. En die waren nu 1+1. Dat zit in mijn tas. Dan ga ik nu de rest uitpakken. Of course veel te veel. De poes van mijn buurmeisje is buiten. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar ik zit helemaal te miauwen. Als ik geen body had, zou ik hem echt binnenlaten. Ik zat helemaal te denken, hoe kan ik hem binnenlaten? Zet ik body even boven? Maar ik dacht, daar kan ik echt niet aan gaan beginnen. Maar ze is helemaal aan het miauwen. Dacht ik, ja, dan kan ik water neerzetten, maar dat wilde hij ook niet. Schoonmakers zijn dus geweest. Perfecte timing voor mijn date. Even kijken hoor. Stuur hem af. Ook wat van Chiquelle. De postbode had het naar mijn werk gebracht. Vet chill. Wat leggings, maar ik heb het 3 gepakt en de andere 3 dingen liggen in de auto. Ik ga even alles uitpakken wat ik heb gekocht. Voor het ontbijtje met de date. Vind ik heel leuk, want ik mis het dus echt zo erg om dit te kunnen doen. Ik snap niet waarom ze dit dan niet opruimen eigenlijk, maar goed. Het is allemaal op. Of zo. Oh, ze bedoelt dat ik daar nieuwe van moet halen. Jeetje, dat zijn wel irritant. Had het dan even eerder gezegd. Had ik het net kunnen doen. Maar oké. Dan leg ik het maar even hier. Oh nee, ik ga niet alles los laten zien. Dat is irritant. Waarom gaan ze nou allemaal koffen ineens andersom neerzetten? Ik hou er echt niet van. Waarom zou je dat doen? Dit heb ik allemaal gehaald. Dit is niet per se voor het ontbijt. Maar alsorts met truffel. Gewoon omdat het heel lekker is. Dit voor mochten we op tijd thuis zijn en nog iets willen borrelen morgenavond. Komkommer voor op het brood. Rosbief is ook niet per se voor hem, maar het is of voor mezelf voor morgen of voor met hem. Maakt niet uit. Dit voor als ik ei ga bakken. Deze crackers leken me gewoon super lekker erbij. Dan ga ik broodjes doen met roomkaas, zalm en komkommer. Dit is trouwens echt een tip. 2 euro bij Lidl. Nou, in Albert Heijn betaal je hier echt 7 euro voor. Want ik wil een bol maken. Ik wou heel veel fruit, maar het is belachelijk duur. Maar ik heb het toch maar gekocht. Frambozen, blauwe bessen. Deze heeft geen suiker. Muesli wil ik het zo mooi maken. Ook nog glaasje sap erbij. En dan dus met die zaadjes. Kaas, want volgens mij vinden mannen dat lekker. Spek en kaas met ei. Passievrucht eventueel nog voor bij de fruitbol. En dan dit is lekker met ei. Ik dacht dit is lekker met zalm. Dit is ook nog lekker met zalm. Ik kon niet kiezen. Ja, het is... mensen gaan me echt debiel vinden. Oh ja, ik had ook nog dit gehaald. Dat is ook nog lekker bij het ontbijt. Biologische eieren natuurlijk. Dit is nog lekker voor een borrel. Oh my god, ik hoop echt dat bepaalde dingen lang houdbaar zijn. Dit is echt gestoord. Ja, ik wilde gewoon. Ik ben gewoon zo blij dat ik dit eindelijk weer kan doen.
Nou ja, melk voor in de koffie had ik al. En deze had ik al besteld. Vanille yoghurt. Ik dacht dat het super lekker met de fruitbol. En deze twee yoghurt heb ik ook nog. En ik dacht ik kan ook nog croissantjes maken. En ik heb ook nog pannenkoeken. Kant-en-klare. En poffertjes. En dit zijn wortels. En dit is allemaal groente. Oh, ik had wel nog komkommer. En citroen nog. Lekker voor citroenwater. En ik had dus nog gember voor gemberthee. Hé, ik heb ook nog witte thee gekocht. Waar is die? Nee, die heb ik echt nodig. Die moet er zijn. Als die er niet is, word ik best wel gek. Want daar had ik me heel erg op verheugd. Daar baal ik behoorlijk van. Oh ja, ik had deze nog gekocht bij de kruidvat. Niet dat ik dit eet of hij, maar ik vond het leuk. Nog wat gekocht. Dingen die best wel duur zijn. Maar ik wil mijn haar wassen met mijn favoriete producten. 1 plus 1 gratis. Beste masker ooit. Dan mijn favoriete shampoo die ik nu dus steeds haal. Deze ook 1 plus 1. Kruidvat. Ethos. En heel vaak koop ik dit dus niet. Ik heb het 2 keer gekregen, maar ik krijg het nu niet meer. En ik mis het echt. Dit kost dus €30, maar het was 1 plus 1. Heel duur, maar super goed voor mijn huid. Dus dan kan ik dit weer lekker 's avonds als crème gebruiken in afwisseling met die Vaseline. En hier heb ik laatst nog een nieuwe van gekocht. Maar dit is dus mijn favorite luchtje. Ik heb er eentje die bijna op is. Daar staat een nieuwe. Maar ik dacht, ik vind het zo opvallend dat hij overal met zoveel korting ligt. Dat ik bang ben dat hij eruit gaat. Dus ik denk, ik koop voor de zekerheid er gewoon eentje voor de toekomst. Dit, want als ik opgesteld ben geweest, is hij altijd op. En moet ik weer nieuw in huis hebben. En deze heb ik dus al jaren in zwart. En die heb ik later weer herontdekt. En het bestaat nog. En toen dacht ik, ik haal hem in bruin. Dit is echt, hier wordt je staart heel mooi van. En dat was het dan. Ik ga heel even thuis dansen. Ik heb nu weer een legging aan van Chiquelle. En dit is de, ja, hoe laat je dat zien? En deze leggings zijn zo chill. Dit is een beetje een soort van, bijna een soort van thermo. Ja, je ziet het echt niet omdat het zwart is. Volgens mij is het dezelfde als die ik in het beige heb. Denk ik. Jeetje, zwart is zo moeilijk om te zien. Nee, dit is gewoon een hele normale. Zonder patroontjes of iets. Nou, in ieder geval super chill. Deze grijs had ik net aan, maar die valt net wat wijder. Deze vergat ik te filmen, maar dit is met die band die zo zit. De linkjes staan in de beschrijving. Deze vond ik echt super chill en heel mooi staan, maar het is zo hoog. Dat kan ik gewoon helemaal tot mijn nek trekken. Dus denk ik had ik hem eigenlijk een maatje kleiner moeten hebben, want hij zit dan net een beetje te wijd hier. Maar deze vind ik al heel mooi. Dit is wat dunner stofje ook. Deze is heel dik. Maar ik vind altijd echt pikzwart niet heel mooi. Een beetje zo dansbroekachtig. Dus mijn benen lijken weer een beetje vol. Maar kijk vooral even naar de leggings zoals ik wil. Want ze zijn mega chill. Hallo, vandaag is de dag. En ik vind het vet spannend. En ik had nog wel langer willen slapen. Maar ik ben te hyper. En ik ben even deze lade aan het uitruimen. Dat wilde ik al vet lang doen. Ik vind het echt niet oké hoe het eruit ziet. En het vaat moet nog gedaan worden. Dus een beetje chaos. Maar die theedoos die ik van mijn kinderen vorig jaar had gekregen, heeft nog best wel veel ruimte. Dus daar ben ik even mee bezig. Oh, dat vinden jullie vast leuk om te zien. Hoe film ik dat? Ik heb helemaal geen lekkere thee meer sinds ik alleen woon. Ik kocht altijd veel te veel thee, daar werd ik helemaal gek van. Dus dat doe ik nu expres niet. En ik drink ook eigenlijk niet veel thee, alleen op mijn werk. Ja. Ik heb niet echt per se. Maar ik ga het gewoon even ordenen.
kan echt niet slapen. Nu heb ik trek. Dus ik dacht, weet niet echt wat ik moest eten. Dus ik denk, ik ga vast gewoon eten wat ik ook morgen wil maken. Kan ik vast een beetje oefenen. Vanillejoghurt van Arla. Biologisch, heel lekker. Er zitten ook vanillestukjes in. En dan dus die muesli, dit en dit. Dit ziet er al wel lekker uit. Ik denk dat het misschien te veel wordt als ik dan dus ook nog die pitten en zo erbij ga doen. Maar ja, nu kan ik even oefenen voor het ontbijt morgen. Dus ik ga denk ik deze dan er even op doen. Nou, super chill. Maar ik denk dat ik morgen... Ik heb ook een grotere variant van dit. Een wat plattere, grotere. Deze vind ik net een beetje smal. En dan kan ik wat grotere nemen en dan kan ik het... Hoef ik het niet over elkaar heen te gooien. Want ik vind het juist mooi als je zo van die rijtjes ziet. Maar morgen film ik waarschijnlijk niet. Dus het wordt ongeveer zoiets. Maar zie je, dit ziet er nu niet heel mooi uit. Maar dit was echt heerlijk. Ik eet ook bijna nooit meer dit soort ontbijt. Want het mij vaak niet genoeg vult. En dan vind ik het zonde van de calorieën, zeg maar. Alleen de gedroogde cranberries en rozijnen vond ik het te zoet maken. Maar de vanillejoghurt is echt heel lekker van Arla. De blauwe, ja, het is totaal niet boeiend wat ik nu zeg, maar die blauwe bessen zijn echt perfect. Ik dacht dat het niet zo lekker was, omdat het geen seizoen is. Lekker knapperig, frambozen waren een beetje fris, zoet, zuur. De muesli is, ik snap het niet, er zit dus geen suiker in. Maar hoe kan dit? Wat zit er dan in? Haver, hè? Ik snap niet wat er, heel raar merk dit. Havervlokken, gerstvlokken, speldvlokken, vezels, hazelnoten, amandelen, zonnebloempitten, pekannoten, pompoenpitten. Maar het smaakte toch echt... Het is sowieso super knapperig. Oké, dit is dus... Vanaf nu haal ik er nog maar deze. Hij is best wel duur in verhouding. Maar door een beetje zoete yoghurt... Weet je, het hoeft van mij niet eens, maar je kan ook normale yoghurt. Doe je normale yoghurt, dan zijn die cranberries en zo wel weer chill. Maar nu was het al zo lekker zoet allemaal. En ik hou niet van heel erg zoet. Nu ga ik denk ik mijn vaatwasser even draaien. Hij is nog niet vol, maar ik wil alles tot alles perfect is. Dus ik wil gewoon ook lekker dat hier allemaal mooie glazen staan. Het is dat ik er tijd voor heb, hoor. Het is niet dat het moet of zo, maar... Ja, hij is toch een beetje vol. Het is zonde, maar anders heb ik geen theepot en heb ik het bakje niet. En dan zit er zo'n half vieze vaatwasser, dus ik ga hem even lekker draaien. Deze wil ik ook schoon hebben. Dan heb ik nog 3 uur. Ik moet weer douchen, want het water was op en ik moet nog scheren. En ik heb haar dus weer geteund in plaats van gesteld. En ik vind het, denk ik dat ik voortaan gewoon altijd ga doen. Ik ga het niet meer stylen. En dan ga ik nu de onderkant weer krullen, maar echt alleen dit stukje gaan krullen. Dus niet tot met hier, maar even dit. Nou, ik hoop dat dit wat gaat worden, want het ziet er niet echt veelbelovend uit. Ah, spannend. Komt goed. Oh ja, dit is een stukje als trouwens voor Bolly. Dat hoort er niet op. Deze ga ik denk ik even op tafel zetten. Er staat wat huiselijker. Het huisje ziet er goed uit. Ja, die kalender is een beetje prominent in beeld. Maar waar moet ik deze dan doen, Bol? Hier, gewoon. Eigenlijk weet ik niet wat ik ermee moet. Ziet er allemaal goed uit, mijn haasie. Ja. Hé, Bol, goed gekeurd, het huis. Gaan we weer douchen voor de tweede keer? Ja. Oh my god, dit is zo mooi. Ik ben Elvins aan het passen. Ik ga dus mijn nieuwe laarzen aandoen. Ze zijn echt geweldig. Maar ik had de jurkjes besteld, anders doe ik gewoon weer het ene blousejurkje aan. Dit met de pet. Oh, dit is sexy. Het is wel heftig. Oh, ik ben heel verbaasd over hoe mooi dit staat. Ik heb dit jurkje besteld bij Weekamp weer. Heel erg. Het is een wrap jurk. Het is echt... Nou ja, hier willen jullie waarschijnlijk... Oké, ik zal hiervan wel even een linkje neerzetten. Want ik weet dat jullie het irritant vinden dat ik dat nooit doe. Maar het is zoveel werk elke keer. Weer bij Weekamp besteld. Wat cool. Kijk, dit is dus veel minder mijn ding. Maar dit is misschien voor anderen fijn. Deze is veel beter gecoverd. Heeft lange mouwen. Maar dit model vind ik zelf te lang. Zie je? Dat maakt... Vind ik mij veel minder sexy. Ik vind dat net wat hoger altijd mooier bij mezelf. Maar dat is deze. Dat is echt wel een tip. Met een dun touwtje wrapje. Je kunt hem 2 keer omslaan. En ook heel mooi velvet. Hij stinkt wel, maar het is echt een hele mooie jurk. Ik weet even de merkjes niet, maar je ziet wel de linkjes. Ik zal deze ook even linken. Een korte en een lange. Dit is dan de tweede. Echt wel tips. Want ik weet dat ik best wel vaak zoek naar dit soort jurken. Heel mooi, heel comfortabel. Super chic. Deze, als deze kort was, had ik deze leuker gevonden eigenlijk. Deze is wat bedekter dus. Lange mouwen hou ik van. Super mooi. Ik vind altijd net wat oma-achtig. Kijk, dit. Oh, dit was top geweest. Maar ik denk dat heel veel hem juist lang willen. Leuk. Ik denk als hij iets strakker zou zitten, dan zou hij dus zo vallen. Maar ik heb alles in L40. Nee, hij valt gewoon net wat langer. Wel echt leuk, jongens. Heel leuk. Oh, die laars. Ik voel me helemaal sexy. Dan hebben we nog een jurk van Geisha. Ook niet mijn ding. Ook te lang. Het is ook niet zo dat ik dan denk van, oh, leuk voor op mijn werk. Ik vind het gewoon zoveel minder mooi staan, een lang model. Deze was ook best wel duur. Maar hebben jullie tips voor blousejurkjes
die dus wat korter zijn. Tel me, want ik ben gek op blousejurken. En niet van polyester. Ja, ik weet dat het licht en ruk is. Zien jullie een beetje het model in de spiegel? En dan laat ik het zo zien qua print. Zien jullie? Wel tof. Ja. Maar voor mij te veel stof. Klink deze ook wel even. Ja, dit is een leather look blouse. En ik vind hem super stoer staan. Maar dit durf ik niet, sowieso niet voor vierde date. Vind ik dit veel te pittig. Al helemaal met suede laarzen erbij. Wauw, ik herken mezelf echt niet terug als ik mezelf zo zie. Maar dit is veel te heftig. Maar zou ik dit waar... Ja, ik zou dit naar school dragen met vriendinnen. Ik zou dit misschien naar een event aandoen. Ik wil het gewoon een keer zien. Hij valt nog mee omdat hij mat is. Het is echt alsof je een regenjas aan hebt. Qua model is hij wel top. Maar van binnen is hij dan zo zacht. Dus het is wel zweterig. Echt een regenjasgevoel. Wel tof hoor. Kijk. Kijk, dit is het. Het is echt ja, alsof je er je jas nog uit moet doen, weet je wel. Dat vind ik wel heftig. Deze van Omi. Maar hij is wel... je hebt heftigere. Hij valt mee. Ja, jongens. Oh. Zouden jullie dit dragen? Zo ja, waar naartoe? Vinden jullie dat ik dit zou moeten nemen? Wanneer draag ik dit dan, joh? Het is toch veel te pikant? Een avondje stappen, maar... I don't know, nee. Ik vind het wel leuk staan, dat wel. Maar ik denk dat het niet helemaal te gewaagd voor mij. Bijna klaar. Hij slaat, hij moest een OV-kaart kopen. Hij is echt een opa, dat duurt echt een uur. Maar prima, daardoor kon ik even kijken wat voor BH eronder moest en zo, zodat ik niet te erg inkijk heb. Ik weet niet of ik genoeg make-up op heb. Ik moet nog wat op mijn lippen doen. Dat scheelt. Ik ga nog even mijn lippen met tandenborstel scrubben. Nou, is het te heftig? Nee. Ik moet nog oorbellen. Ik voel me niet super sexy, maar ik moet nog een beetje wakker worden ook. Dat is het ook. Ja. Nou. Te heftig is het zeker niet. Leuk. Nou jongens, tot over 2 dagen. Hallo jongens, wij zijn weer thuis. Het was heel leuk. Ik heb verteld dat ik dus YouTube doe. Dat is oké, maar ik noem natuurlijk niet in beeld of ik vertel verder niks, zoals ik nu ook al deed. En nu zitten we er zo bij. Met kaarsjes. En gezonde hapjes, want het eten was echt een beetje vettig. Oh, je ziet niks. Nou ja, dit is. En het is 2 uur 's nachts. Goedemorgen allemaal. Het is al heel laat. We hebben niet zo goed geslapen, want we hadden dus echt heel veel buikpijn van het restaurant. Het was bij... Ron Gastro Bar Oriental. En het is niet echt een aanrader, want het was niet zo heel erg lekker. En 1 gerecht had alleen maar rauwe uien erin. Ik voel me echt een soort van lijk van binnen. En gewoon ranzig en buikpijn. En ja, maar goed. Nu ga ik ontbijt maken. Ontbijt deel 1. Bobby is super erg aan het uitsloven. Maar het is natuurlijk een vrouwtje, dus als er een man is, dan gaat ze echt chansen. En aandacht trekken en druk doen. Hé, Bol? We zijn even lekker de deur uitgegaan. Muiden is zo chill. Ik had dus nog kaartjes voor Muiderslot, dus daar gaan we zo even heen. En we zitten nu hier, hij is even drankjes halen. In het zonnetje. Super chill. Thee, bier, koekje, zon. Vind je dit ongemakkelijk? Nee. Oké, we zijn weer terug. Dit was dus weer mijn outfit. Dit is zo ontzettend lekker. Echt top. Nu even chill kleding aan doen. En lekker een filmpje kijken. Even een diner aan het bereiden. Nou, zoiets heb ik dus nog nooit gemaakt. Maar het ziet eruit als mannenvoedsel. Dit is mijn. Er zit een wit, heel wit flibbertje op. En daaronder zit de spek. En dit is echt gestoord van kaas. Deze korst. Nou jongens, hij is net weg. Echt, we zijn zo lang mogelijk bij elkaar gebleven. Wat een opluchting trouwens nu dat hij het dus weet. Maar er is echt wel een probleem. Hij woont gewoon echt heel erg ver weg. En zoals er nu uitziet kunnen we elkaar een maand niet zien. En we hebben dan wel echt allebei iets van als het zo gaat. Weet je, ik zeg ook, wij zijn allebei best wel misschien heftig daarin. Maar wij hebben echt iets van als het zo moet, dan heeft het gewoon geen zin. Want wij zijn allebei heel erg van ons leven was al leuk, ons leven is al goed. En ook weten we dat het, weet je, er zijn mensen die op hele oude leeftijd nog steeds niemand hebben gevonden. En als wij nu iemand, dat wij nu elkaar vinden en het heel leuk met elkaar hebben, dan moet je ook moeite voor elkaar doen. En dat willen we ook. Maar we willen ook niet ons leven opgeven. Dus hij zit gewoon, weet je, ik wil geen dingen over hem vertellen, want hij wil gewoon niet op internet. Maar hij heeft gewoon een reden waarom hij om het weekend maar kan afspreken.
En ja, dat om het weekend afspreken wil je ook met je vrienden. En net als ik moet ook mijn vrienden en familie zien. En door de week, wat we laatst deden, dan ben je gewoon kapot op je werk. Dat kan gewoon niet. Maar elkaar nu een maand niet zien is voor ons ook geen optie. Want ja, je kent elkaar een maand en dan zie je elkaar een maand niet. Dat is gewoon een beetje belachelijk. Heel leuk trouwens, mijn haar krullen. Ik vind het super mooi. Ja, hij is nu dan weg en dan is hij pas om 10 uur thuis. En dan heeft hij voor het hele weekend helemaal geen me-time gehad, weet je. En dat heb je ook gewoon nodig als mens. Dus het is heel lastig. Het was super leuk. Het gaat super goed. Het is heel anders dan alle andere dates die ik heb gehad. Dit is gewoon echt iets heel serieus al eigenlijk. Het was de 4e date, maar we kennen elkaar 3,5 weken en we bellen dus echt elke avond. Dus het is echt wel... Ik ben ook heel rustig zoals jullie, maar ik ben helemaal niet... Maar het is gewoon... Het is echt toch heel leuk en fijn. Maar die afstand is een serieus probleem. Dus to be continued. Fijn dat hij het nu weet. En hij is alleen maar, vindt het alleen maar heel cool. En heeft er heel veel respect voor. Dus dat is sowieso heel erg leuk. Ik ga dan nu nog even chillen. Mijn huis is schoon en netjes. Ik wil eigenlijk editen. Maar ik denk dat ik dat dan niet meer ga doen. En dan zie ik jullie bij de volgende weekvlog. Ik hoop dat ik iets meer beeld had nu voor jullie. Komt wel echt goed hoor met dat vloggen. Weet je, ook nu dat hij het weet kan ik ook weer wat meer... Ik ben in muziek en blablabla. Dus komen leuke tijden aan. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Dus je duimpje omhoog weer als je het leuk vond. Om alle verhalen mee te maken. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!